Zorg dat deze zege doet na de voorbije week. Niet meer dan, dan een andere zege. Ik zit niet in het vak van de panikeurs en van degenen die er altijd meer van maken dan het is. Ik weet wat wij gedaan hebben in de vorige matchen. Ik weet dat we nog geen enkele match buiten misschien in Nicosia overpowered geweest zijn. Of de mindere waren van de tegenstander. Ik vond dat we in al onze wedstrijden, ook diegenen die we verloren hebben, eigenlijk vaak hadden kunnen winnen zelfs. Maar ons vaak zelf in de voet hebben geschoten in die match. Vandaag was dat beter. Alhoewel dat ook wel weer een paar momenten waren waar we iets weggeven. Dat was dat weer vaak door een cadeau van ons. Oh, sorry, I had to do it in English. Nee, doe maar. Dus ja, voor mij is tevreden 3 punten. Vooral voor de spelers ook tevreden. Omdat zij uiteindelijk dan ja, ook die druk voelen en ook de commentaren op hun rug krijgen. Tevreden over de algemene prestatie. Er is altijd druk in Aangent. Vanaf dag 1 tot de laatste seconde. Als je derde staat, wil je tweede worden. Als je zevende staat, wil je vierde worden. Dan is hij zesde, want dat willen we niet. Maar als je vierde staat, wil je derde worden. Derde, tweede, altijd druk. Als je Europees speelt, wil je kwalificeren. Als je achtste finale speelt, wil je naar de kwartfinale. Dat is zo bij een topploeg. Dat is bij ons zo, dat is bij Brugge zo, dat is bij Standaard zo, dat is bij Anderlecht zo. En dat is eigenlijk zelfs bij de kleinere clubs ook zo. Hè. Je moet ook presteren, je mag ook niet zakken. Dus er is overal en altijd druk. Ik ken geen één ploeg die het weekend op het veld komt en die zegt: oh, vandaag hebben we geen druk, hè. Laten we maar, dat bestaat niet.